Ja hoor, zijn er weer met mijn homeboy Rich. Kut! We zitten hier vandaag met een belangrijke reden. Rijk en ik hebben allebei dagen op een onbewoond eiland gezeten. Oh shit! Kan ook niet meer uitgegeven worden. Expeditie Robinson, in één zin. Go. Honger. Dat is een woord. Kut. Expeditie Robinson is survivalen op een onbewoond eiland. Samen met allemaal mensen waar je niet vrijwillig voor hebt gekozen. Nee, zeker niet. Wij hebben allebei eraan meegedaan. Ik wil allemaal dingen zeggen wat ik niet kan zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen, dat wij elkaar natuurlijk al kenden voor Expeditie. En toen meeten wij elkaar. En toen zei jij tegen mij, hoe goed kennen wij elkaar? Medium goed. Medium goed. Het was meteen al aan. Vandaag gaan we wat bijzonders doen, namelijk even abonneren op mijn kanaal. Ben je klaar voor aflevering 2 van Expeditie Robinson? Ja, ik ben helemaal ready. Lieve kijkers, mochten jullie je afvragen, Kelvin, waarom heb je niet te reageren op Expeditie Robinson aflevering 1 gemaakt? Ik was in het buitenland, dus het kon helaas niet. Oh. Bummer. Bummer. Aflevering 2 van Expeditie Robinson. In een boom of zo, ik zou van die Romeinse cijfers gaan verwachten. Hoeveel dagen? Dagen dat hier volhouden op dit duivelse eiland. Hier, één dag. Dankjewel. Jullie goed, hè? Rock'n'roll. Bah! En weet je wat ik tevreden mee ben? Met mijn lichaam. Holy fuck! Dus helemaal niet dat ik best wel oké lichaam heb daar. Ik was ook wel tevreden. Ja! Nou, maakt me gek. Zeg maar de verhouding tussen jouw lichaam en die van anderen. Want ja, dat zie je niet. Hoe vaak sta je nou in de spiegel naast een andere guy? Naast Rob Geus. Over Rob Geus gesproken. Mijn god. Naast een slaapplek is ook een goede kookplaats van belang. Ik ga toch helemaal stuk over deze man. Met zijn lange broek. Ja, het is 45 graden, Pip! Oké. We hebben. Kijk hem gaan! Keukentje een beetje netjes, jongens. Hè? Nou, ik wou net zeggen, als iemand hier niet in een gore keuken kan koken. Maar wat dacht jij hier? Wat de fuck gebeurt hier? We hadden nog niks, we hadden hier nog niet eens een bed. En wij gaan de keuken schoonmaken. Maar oké, weet je, het is wel goed bedoeld. Zeker. Een soort van. Zeker. Kamp Noord, represent! Pa, pa, pa! Voor de mensen die überhaupt geen Expeditie Robinson kijken. Ik zat op Kamp Noord, jij zat op Duivelseiland, want jullie konden die proef voor geen meter, dus jullie waren een beetje losers. En dan had je ook nog Kamp Zuid en daar zitten allemaal andere mensen. Ook de expeditieleden van Noord hebben hun eerste nacht op een onbewoond eiland achter de rug. Ik vraag me sowieso af of dit het nog gaat worden. Maar goed. Zeker joh, kijk, we steken deze er gewoon. Zo een beetje onder. Elke Groningen, we steken deze er een beetje zo onder. Ik hoorde dit, ik dacht. Echt met een accent. What? Weet je hoeveel tweets ik heb gekregen? Waarom de fuck spreekt hij geen thee uit? Ik erger me dood. Dat is Rotterdam. Ik begrijp zulke dingen niet. Het zijn allemaal van die basis. Dingen die je gewoon moet beheersen. Ja, ik zit even tegen de fucking muur te praten, maar ik probeer eventjes even een beetje duidelijkheid zelf te krijgen van mezelf. Drama! Fuck, nu al! Cherianne had ik nog nooit ontmoet. Wij klikten direct, alleen ik wist wel, ja, jij wordt een troublemaker. Ja. Ik zweer het je, dit viel echt reuze mee. Het was gewoon meer dit fragmentje zo met haar dat ze een beetje zei, ik zit tegen de muur te praten. Maar het was best wel gezellig eigenlijk. Duivelseiland. Waarom heet het Duivelseiland? Dat vroegen wij ons ook af. Wij komen op het eiland, prachtig mooi eiland. Wij hebben denk 20 keer het eiland rondgelopen. 0 cassave, wat normaal bijna onbeperkt is. Ja. 0 kokosnoten, wat eigenlijk onbeperkt is. Ja. En toen vonden we een paar banaantjes. En toen dachten we, man. Wij wisten nu niet eens dat er een Duivelseiland was, hè. En wij konden wel raden dat die niet alle 4 meteen naar huis gingen. Maar niet dat je daar echt maar 8 bananen of zo zou hebben. Zo. Op Duivelseiland neemt Rob Geus het allereerste ontbijt voor zijn rekening. We hebben niet genoeg bloemen. Ze hebben zo bijgegeven aan ons. Dat is echt bizar. De helft weggooien. Ja, maar waar? In zee. Ja? Ja, tuurlijk. Waarom zegt zij dat? En waarom zei jij ook niks? Ik hoorde dat gesprek niet. Ik had dat gesprek nooit gehoord. Ja, ik zat er gewoon naast. Ja, weet ik. Alleen ik was met een fucking vuur bezig. Oh mijn god, Bedien. Wat ik ook lekker vind, is dit schort. Kijk dit! Hij heeft gewoon een kookschort. Waarom heeft hij dat? Zodat hij niet vies wordt. En voor het eerst in 20 seizoenen Expeditie Robinson wordt er op dag 2 eten weggegooid. Nog een beetje. Nog een beetje. Oh mijn god. Aan een bloem te krijgen mag ik hopen, want dit is nog geen 100 gram wat erin zat. In welke aflevering van Expeditie Robinson is er ooit geweest? Jij denkt als je 70 gram rijst op is dat je er niks meer krijgt. Dat is niet voor je, dat wordt gewoon aangevuld. Nee! Die kop ook van. Dat is niet waar. Nee, je hoort mij op de achtergrond. Nou, denk het niet. Die kop van jou. Maar ik weet precies dit gevoel, want wij hadden dat ook. Met van die groene kutbananen, wat gewoon karton was. Gast, nee, bij ons was het niet karton, bij ons was het steen. Wat is
Oh, oh my. Ik zit niet op. Hoe ga je met mij geven als ik met Eva aan het praten? Weet je wat het is? Rob deed ook echt zijn best. Ja, en tuurlijk. Het is gewoon een paar keer mislukt en je moet ook gewoon wennen. Wij vonden het gewoon grappig om er grappen over te maken. Dus excuus Rob. Al met al, was met goede bedoelingen. Ja, het is gewoon mislukt. Het is ook wel lekker. Het is gewoon allemaal lekker. Het gaat er wel lekker op. Oh. Ja, proef. Dat komt uit. Ik bijna een brief net. Oh ja, ik stak hier echt bijna een brief. Ik was zo niet meer gefocust. Ik wil vuur gaan maken en ik heb alles gevonden en zo. En ik wil echt beginnen met die vuursteen. En ze hadden de brief zeg maar op het kampvuurplek gelegd. Die was wel lekker geweest. Maar zei de cameraman toen even tegen jou... Nee, ik zag hem wel echt zelf. Mensen vragen mij heel veel, ja, hoe kun je een beetje met de cameraman viben dan daar ook? Ik had heel erg het idee dat de briefing was van de crew, zeg maar, zo min mogelijk met de cast communiceren. Er zaten gewoon een paar mensen tussen waarvan ik zoiets had, oké, jullie werken hier al zo lang, jullie werken een beetje tussen de regeltjes door. Ja. En dat vond ik zo chill. Ja, dat is lekker, ja. En sommigen die inderdaad al 20 jaar dat deden, die zeiden ook in Nederland is er een hittegolf en zo. Ja. Dat vond ik wel chill om even te weten. Eén van jullie zit al zeker in de samensmelting. Dat is wel bizar hoor. Ja, op dag 2, wat is dit? Dag 3 of zo, ja, denk ik. Want wij zijn wel degene die hebben verloren in eerste instantie. En toch hadden wij gewoon even 1/4 kans. Ja, als ik dit wist, had ik ook die proef verloren, man. Makkelijk gezegd. Maar ik dacht het wel. Zo van, je verliest, maar je krijgt wel een privilege. Inderdaad, dat was het echt, ja. We gaan onderweg naar de proef. Eigenlijk de eerste echte proef van zeg maar de teams. En jij ziet het pas voor het eerst. Ik zie het voor het eerst. Ik ben echt ready voor deze proef. Ik weet niet of we gaan winnen. Maar het gaat wel leuk worden. Voor de kijkertjes thuis, deze shots op deze boot. Dan gaat er een cameraman tussen je doorlopen en dan zeg je, oh ja, even, kijk even de diepte in. En dan moet je dus echt zo... Ja. Nou, dan voel je zo mijn gol. Ja, dan voel je... Mag je niet praten. Je mag ook niet naar lach schieten. Nee. Je ziet dat ze sterk zijn. Terminator Tim. Wat is de meest gestelde vraag? Wordt het nog een keer daarna uitgelegd? Want je kan toch nooit begrijpen na één uitleg hoe de proef moet gaan? En het antwoord op die vraag is ja, tot op detail. Je mag alles vragen, het moet wel gewoon spannend zijn. En niet dat als iedereen die kant op loopt, dat drie die kant op lopen. Chaos tijdens die eerste uitleg. Ja, hoe werkt dit dan? Hoe werkt dat dan? Ja, hoe als ik nu dit doe, als dat gebeurt? We waren echt gewoon een middelbare schoolklas met allemaal ADHD. Totaal, ja. Ik ben gewoon geen leider. We moesten dus iemand kiezen die in zo'n harnas naar boven ging. Nou, sorry hoor. Waarom de fuck gaan zij de alles sterkste kandidaat van het jaar kiezen. What the fuck? Kim, hang je goed? Yvette. Ik ook. Mooi. Kamp Noord, zijn jullie er klaar voor? Ja! We kiezen er nu voor om Jaap niet te laten rennen en klimmen. Dat kan hij niet meer nu. Dus we gaan hem als anker zetten, als paal. Dit snap ik niet. Dan laat je hem toch net de hele tijd heen en weer lopen en mensen laten klimmen. What the fuck is dit voor tactiek? Als een paal neerzetten. Dat is wel één ding wat een feit is. Elke Hollander met zijn zak chips op de bank en zijn hand in zijn broek. Die kan allemaal zeggen hoe het beter moet. Maar daar zit je gewoon met 49 graden. Je denkt, wat de fuck gaan we doen? En dan maak je gewoon domme fouten. Ik heb koken zonder bodem. En dan besef ik me ineens, ja, hoe ga ik dit nou in godsnaam daar naar boven krijgen? Zonder dat het eruit valt. Kijk dit! Wat is dit voor vissenbek? Lekker. Dat is wel echt een goede tactiek. 1 seconde. Ik kan ook even op het balkon staan. We zijn er weer. Ik moest even kotsen. Ja. Die emmers gaan zo langzaam vol. Het lijkt alsof wij hier even een paar keer heen en weer moeten rennen. Ik ben denk ik wel 20 keer heen en weer gerend. In de hitte. Dus niets doen. Dat heb jij straks ook. Rustig. Lekker Kamp Noord, let's go! Het blijft wel echt spannend gewoon. Je hebt zo'n do or die momenten de hele tijd. Dat komt weer helemaal naar boven, joh. Dat ik me nu besef, dit zie ik nu pas, dat ben ik nu pas. Waar ben ik hier? Oh ja. Waar ben ik? Moet jij eens proberen te raden waar ik ben? Ik ben gewoon gone, loesoe, klaar. Voor het geval dat we te weinig water hebben, ik ben alweer kokertjes aan het vullen. Zo bij de zee en alweer hier neer aan het zetten. Logisch, maar waarom doet niemand dat? I don't know. Maar ik dacht, ik doe alvast, want straks hebben we te weinig water. Ja. Dan hebben we alweer voorspoel. Kijk hier, zie je mij zo lang. Ja, jij bent al... Ik ben de enige die nog aan het rennen. Ja, ik ben hem allemaal gaan staan kijken. Ja. Yes! Dat is zo'n ontlading. Zo lekker, joh. Kijk ons ook. Ja, je ziet echt aan hem hoe je voelt. Je valt de hele tijd flauw. Je bent oververhit. Je gaat neer. Ik vind het goed dat ze die medical in beeld brengen, want dit is gewoon serieus. Bij elke proef, als je dan klaar bent, er is wel altijd wel iemand die helemaal oud gaat. Ja, word je vrolijk van? Oh mijn god. Ha! Maar dit shot is zo lekker. Jouw blik. Je zit ultiem te chillen. Ik zit ook gewoon te kijken naar wat er gebeurt. Oh mijn god. Opeens vliegt de hele kaart in de fik. Wat de fuck gebeurt hier? Er ligt één banaantje in. Kijk, niemand doet ook iets. Weer een grote vlog.
Het is tijd voor jullie proef. Tijd voor de proef. Het water in deze emmer loopt eruit door gaatjes. Ja. Als het dan leeg is, dan knapt er een van de... Ja, dan gaat hij natuurlijk omhoog, omdat hij leeg loopt. En dan knapt er inderdaad de plank. En dan mag hij niet meer terug. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat mijn plank breekt. Kijk, Rob staat daar nog. Hoe kan dit? Die kom! Oh mijn god. Nee! Weet je hoe zwaar dit was? Het is ook logisch, want die zo kijk je gewoon. Was zo ontzettend. Zelfs als ik met mijn vissenkop zo die dingen zo. Het doet je niks. Ja, je wil gewoon die tory winnen, man. En besef dat elke keer als ik één keer gooi, stond Rob gewoon even een halve minuut gewoon met dat ding zo. Het klopte niet! Lekker boy! Nice! Woe! Ik was trots op jou, jongen. Op een gegeven moment, wij zijn hier dus klaar. De camera's zijn uit en wij willen net op de boot stappen om terug te gaan. Ik moest keihard hanken, ik kon niet meer, ik werd misselijk. Volgens mij moest ik bijna kotsen. Dus we konden nog even niet die boot op. Wat een pussy ben jij, man. Ja, echt. Dat was echt niet normaal. Ik heb me nu gekwalificeerd voor de boot. Dus nu, jij bent sowieso op die boot. Ik sta gewoon op die boot. Saai. Fucking saai. Nou ja, verder komt er een eilandraad. Anita. Ja, Anita? Ja. Anita. Mocht je denken, wie is Anita? Dit is Anita, deze vrouw die je waarschijnlijk nog nooit van je leven gezien hebt. Geniet! Kijk volgende week weer. Expeditie, love jullie. Yo. Muscle. Fuck!